heftiger. En wat staat de verklaring voor? Nou, dat zijn misschien de arbeidsomstandigheden. Mensen werken vaak buiten de gebruikelijke uren, niet van 9 tot 5, vaak 's avonds laat. De scheiding tussen privé en werk is daardoor vaag. Of veel fysiek contact. Heel veel fysiek contact. De hiërarchie in de culturele sector is ook heel scherp gedefinieerd. Je hebt een baas. Ja, maar je hebt ook de steracteur, je hebt de beroemde dirigent. Allemaal, ja, zoals het rapport zegt, poortwachters... Die jou eventueel een stapje kunnen geven naar jouw carrière. En als je dat stapje mist, ja, kun je het eigenlijk schudden. Dan kom je nergens meer in Nederland. En dus dat zijn de omstandigheden die dat in de hand werken. En daarbij komt gewoon ook... er zijn heel veel mensen voor heel weinig banen. Ja. Er is ontzettend bezuinigd op de sector. En de sector heeft dat zelf opgelost door dan maar voor minder te gaan werken. Maar je ziet dat het systeem van binnenuit zo uitgehold is. Het is allemaal zo onzeker geworden. En dat zorgt gewoon voor grensoverschrijdend gedrag. En verstoorde machtsverhoudingen. Zeer verstoorde machtsverhoudingen. Want als je als model met je portfolio onder je arm ergens binnen stapt... en je moet iemand overtuigen, dan zit je al eigenlijk in een... Ja, je wilt iets van iemand. En die iemand is de enige die jou aan jouw droom kan helpen. Ja. En daarbij komt ook dat als je iets wilt bereiken in de cultuur of in de creatieve sector... dan moet je ook werken met je eigen grenzen.